achter. Hier open knippen in verband met tweede plak stripstelling. Knippen. Ik heb geen schaar, wacht even. Doe het vanzelf. Dat is een lesje. Ja. Oeh, allereerst een kleurplaat. Wow, wat een haar. Kan niet, mama. Anders dan. Hé. Alles gezegd. Brukje, wat vind je ervan? Je bent nog niet enthousiast, zie ik. Ik ga hem dus openmaken. Vind je hem mooi? Hij is wel heel veel. Brukje. En dan weet ik niet in hoeverre je echt hebt kunnen zien wat ik net heb gekocht. Ik wou eigenlijk de reactie van Brooke krijgen. Maar ze stond aan mijn deur. Beetje jammer. Maar er is dus weer een bestelling binnengekomen van Humpy. Ja, Humpy Kids and Teens. Ontzettend leuk winkeltje. Ik koop ze echt best wel verschillende merken ook. Het is een beetje hetzelfde als dat Kidks en kleertjes.com en dat soort dingen. Dus dat ik zal het nog even goed laten zien. Voor Brooke dus dit jurkje van Zacht. Dit is allemaal van Zacht, omdat ik een de nieuwsbrief kreeg van Humpy dat er nu 20% korting. Of de nieuwe collectie was binnen, ik weet niet meer. Maar anyhow, ik zag dus het andere jurkje van Brooke en toen ging ik dus in de website en toen ging ik het dan kopen. Normaal gesproken ben ik niet zo'n hele grote fan van Zacht. Vroeger in de newborn fase en zeg maar tot een half jaar wel en daarna heb ik het eigenlijk heel weinig nog gekocht. Maar nu dan dit jurkje. En zoals ik het nu zie op het camerascherm. En zoals ik het kon zien op mijn telefoon. Leek het een beetje. Alsof de hoofdkleur hiervan een beetje bruin was. En dat er fel oranje stippen op zitten. Maar als je dichterbij komt. Ja, dit is wel een aardige representatie. Maar als je dus verder gaat. Dit vind ik schattig. Dit vind ik vloeken. Maar goed, Brooke vindt hem leuk. En toen ging ik net heel even twijfelen en denk, had ik de bijpassende sokken erbij moeten doen? Of de sokken die erbij geadverteerd worden. Die zijn deze kleur roze met een zwarte streep. En dat vind ik dan weer geen boy. Dus dat heb ik niet gedaan. En ik heb ook voor de rest geen echte andere knalroze sokken. Dus het wordt denk ik gewoon een zwart lettertje eronder. Als het er zoiets onder wil. Dus die. En ik heb voor Brooke, dat een stuk geler was dat ik had bedacht. Ik geloof dat de Jolijn is ook van Zacht. Hij komt echt super vuil over. In het echt zie je iets minder in your face. Desalniettemin is het wel een schatje. Met van die pofmoutjes, hartstikke leuk. En daar heb ik dus wel de bijpassende sokken. Dat is echt wat ik voor haar heb gekocht dit jaar. Er is gewoon overal die lange sokken bij. Ik vind het zo schattig als zo'n klein meisje zo'n jurkje aanneemt en dan nog van die sokjes eronder. Ik vind het echt adorbs. Dus die heb ik er dan dus bij gedaan. Dus die is helemaal set. Ik ben heel blij dat het niet neongeel is wat ik in eerste instantie dacht dat het zou zijn. Want dat maakt haar flats. En deze is toch iets intensere geel kleur. Dus het neongeel wat ik bedoel, dat heeft Logan. Logan kan het toevallig wel hebben. Die heeft iets meer warmte in zijn gezicht. Dus dan komt hij iets minder flats over. Ook van Zacht. Super leuk. Ik moest het wel even bij hem passen. Want hij zit nu in 128 en ik zag dat ik 128 voor hem besteld had. En Zacht valt wel ruim. Als in als je 128 koopt, dan verzuipt je kind er 19 keer. Maar Logan heeft nogal flinke benen. Dus hij is nogal vrij breed bij zijn benen, bij zijn heupen. Maar hij past hem dus wel redelijk goed nog. Ik heb niet het gevoel dat ik mijn maat groter had moeten kopen. Maar je ziet wel. Yep. Neongeel heeft neongeel. Nog een verschil. En daar hadden we dus ook dit bijpassende shirtje bij. Nou haal ik net het kaartje eraf. Logan had het gepast. Ik vind het helemaal. Hij zei, ik moet er zo van lachen dat ik bijna aan het huilen ben. Hij vindt het zo grappig. Dus zijn Dries Rolfing broekje en het shirtje erbij. Nou was dit shirtje dus €32,95. En dat vind ik vrij duur voor een Zacht eigenlijk.
Want nou moet ik zeggen, de kwaliteit is wel iets beter geworden. Maar dan nog? Ja, weet ik het niet. Ik ben echt heel obnoxious nu, Donald. Maar dat was wel een beetje waarvan ik dacht, ga ik zacht wel of niet bestellen. Want toen ze allebei nog baby waren, heb ik best wel veel zacht voor hun gekocht. Newborn. En tot en met een maand of 9 of zo. Daarna worden ze gewoon actief. En dan gaan ze de kleding wat vuiler maken. En als je het veel wast, dan gaat het ook veel meer pillen. Gaat het slechter uitzien. En, dat is natuurlijk ook niet goed voor mij, ik gooi heel veel in de droger. En daar gaat, zacht gaat daar gewoon niet goed op. Maar, omdat ik eigenlijk dit jaar vooral online moest gaan winkelen, omdat je niet in de winkel zelf kan, heb ik ook besloten dat ik heel specifiek ging kijken naar wat hebben ze dan ook echt nodig. En Brooke had niet heel veel nodig op een paar jurkjes na. Vooral omdat ze alleen maar jurkjes draagt. Loopt hele zomers in korte broek en shirtjes rond. Dus dacht ik, nou dan kan ik wat duurder items kopen. Als ik het dan alleen maar was en daarna op een droogrekje hang, dan kunnen ze er ook langer mee doen dat het er netjes uit blijft zien. En kan ik ook dus wat duurder items kopen dat ze minder items nodig hebben. Want let's face it, een H&M'tje en twee wasbeurten gewoon verhaal. En dat is gewoon sowieso ook niet meer leuk. Maar daar is de prijs ook naar. Dus ja, nou hoop ik dat zacht de ophoging van prijs heeft gematcht met de kwaliteit. Dus het voelt op zich wel beter. Vroeger voelde het echt ook wel heel, de kwaliteit gewoon minder. Het zag er wel heel netjes uit. Maar als je dan twee keer waste, dan was het vaal en niet meer zo mooi. Dus ik hoop dat het zo goed gaat. De kinderen zijn in principe nu klaar voor de zomer. Het is wel jammer dat het nu net allemaal slecht weer is. Maar goed. Belofte maakt schuld, hè Brooke? Wat had ik beloofd? Keertjes pakken en dan heb je dit nog. Ik bestel een plaatje, een kom, mixer, water, twee eieren en een pakje boter, zeker op. Ja. En dit moet hier moeten de kantjes. Dit vlees, ik kom bij een keertje aan moeten. Oké, jij zou maar zitten allemaal in één vakje. Deze. En dan was een kommetje. Pak maar even de eieren. We hebben ook een witte kom. Laat eens groot kijken. Dan doen we ook zo'n borstvoeding, maar dit is nu niet nodig. Dus ik ga nu even. Deze. Die is wat zakelijk. Moet dat in de gaatjes? Ja, allemaal in de gaatjes. En dan twee eieren. Even kijken, wat zijn het worden? I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. Nog deze cake. Kijk met deze balletje. En nog een kikkertje, een bloemetje. En we hebben ook nog twee eieren. Zo, zal ik het even toch schoonmaken? Ik zie nog een heleboel chocolademelk. Deze. Ja. Die gaan we eroverheen doen, hè? Maar we gaan beginnen bij het begin. Zorg dat de eieren op kamertemperatuur zijn. Dat is gelukt. En de boter zacht is. Dat weet ik zelf nog even niet. Deze nog niet. We hebben hier ook nog boter. Kijken. Oh ja. Die is wel. Die is wel grappig. Oké. Haal de bagret uit de oven en plaats de cupcakevormpjes hierop. Dat hebben we gedaan, hè? Warm de oven voor, hebben we ook net gedaan. Doe de mix, de eieren, de melk en de boter in de beslagpan. En roer het geheel tot de laagste stand lekker door elkaar. Mama, ik heb een geur gevonden. Ja, dat is goed, ja. Dat is handig. Hallo, dat is lovely, hè? Oké. Okay. Deze komt hierop. Op het deegschaaltje, hè? Mam. Ik zal een nul nemen. Oké. We moeten eerst boter. Hoeveel boter hebben we nodig? Gaan we kijken op een pakje. Doe de boter. 100 gram. Nou. Boter. 100 gram. Try not to hold me down, feel alive when I'm
zijn niet bang voor rauwe eieren. Is die goed? Ja. Alsjeblieft. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. Ooh, they look so good. Doe nog even afkoelen. Ik heb ze uit het blik gehaald. We gaan nog even buiten spelen. Dan even verder. Ging je zo al een tijdje naar buiten? Kirk staat nu hier, die zei kom je nou ook. Maar ik moest even wachten tot de cupcakes helemaal klaar waren. Dan nog even buiten spelen en gaan we daarna de botercrème erop doen. Helemaal leuk. Komt allemaal goed. Niet alle cupcakes klaar. Deze, kijk. Goed. En we hebben heel veel. Deze twee. En we hebben de hoeveel ga je vertellen? Eén. Dat is deze. 3, 4, 5. Maar ik ben ook 5. Ja, hè? We zijn er 12 in totaal. En 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, maar nu ben je gewoon dubbel aan het tellen. We gaan het af. We gaan nu deze doen, hè? Deze. Mama leest wat we nodig hebben. 100 gram zachte roomboter en 125 gram karamel. Dat is toch nog roomboter nodig. Misschien wel even hilarisch te vertellen. Ik kwam terug van buiten spelen met die kinderen. En ik zie het pakje boter op de verwarming liggen. Die vind ik ook. En de verwarming was aangeslagen. Dus het was vloeibaar. Dus ik wou het oppakken. En toen viel alles op de grond. Pas alle roomboter op de grond. Hey, ik heb het niet gedaan. Jij hebt het niet gedaan, nee, mama. Mama. Mama, de rommeltje, man. Ik kan het maken. Een heel groot rommeltje. We gaan kijken of we roomboter willen hebben. Dat komt pas wel goed. Dus, we gaan het gewoon even hierin gooien, want het is te krap allemaal. Ik heb er toch een handige hulp in de keuken. Wat heb je allemaal gedaan? Ik heb geholpen met de stukjes snijden een beetje. Ja. En ik heb niet uit die bordjes zitten. Ja. Die is zwart. Ja. En bordje ook, die heeft een blauwe halsband. Maar je was aan het vertellen wat we gingen eten. Ja? Ja. Hoe ging het ook? We gingen de tomaatjes zoeken. De tomaatjes die zitten niet in de pan, kijk maar even. Nee, de tomaatjes zitten niet in de pan, de borst zit in de pan. De borst? Borst. En de tomaatjes zijn daar. Ja, en de paprika heb je gepakt voor mij. De paprika. En je hebt... En je ook dit gepakt. Tomaten. Hoeveel tomaten hadden we nodig? 5. 5, goed zo. En ik ben ook 5. Dus ja, ik ben ook 5. Daarom wist je dat, hè? En dit is 4, dat is konijntje. Mijn bij papa. Kijk, dit is nu de chorizo worstje met knoflook en ui. Of wat zullen we lekker stinken? Stinken? Dan gaat ze het eruit pieten. Ik denk ook lekker de worst. Lekker aan. En dan gaan we er zo lekker wat risotto bij doen. Risotto. Vind jij wel lekker? Ook nog wat bij. Mijn risotto. Mm-hmm. Gaan we lekker doen, hè? We hebben nog kippenbuur, hebben we ook gemaakt. Nou, wat een handige hulp. Volgende keer kan je het zelf maken, denk je niet? Maar misschien wel, maar wel zo dichtbij. Ik blijf altijd dichtbij. Goed idee. En dit gaan we toch ook doen, dan ga ik ook mee helpen. Dit zijn kleine boontjes.
Snijboontjes, ja. Nee, snijboontjes. Maar je moet je ook snijden. Ja, maar nu zijn mama even voor. Snoepjes verdoren. Oh ja, snoepjes verdoren. En de verzet. Ja. En we hebben ook cupcakes gepakt. Zullen we nog kijken als cupcakes? Ja, nee, de cupcakes zijn ook helemaal goed gelukt, hè? Ja, zeg. Leuk. En morgen gaan we andere cupcakes maken. Dus alleen de chic. En dan gaat dat niet erop. Ja. En dan is het klaar. Wil jij stiekem een paprikaatje snacken? Nee. Volgens mij wel. En zijn we net ook van de tomaat aan het snoepen? Nou, dat doe ik liever niet. Nee.